De titel van mijn column is: Iedereen. Komende donderdag is het 17 september. Een historische datum voor Nederland en voor de regio Arnhem-Nijmegen in het bijzonder. Geallieerde parachutisten sprongen op 17 september 1944 uit vliegtuigen als start van de Operatie Market Garden. Hoe het afliep is bekend. De vrijheid van iedereen in Nederland. Moest tot mei 1945 worden uitgesteld. Dit jaar herdenken we 75 jaar bevrijding. Vanwege de corona minder uitgebreid dan gehoopt. Geen spektakel. Geen groots festijn. Het moet ingetogen. Het is niet anders. Maar daardoor niet minder indrukwekkend als je ervoor openstaat. Afgelopen week fietste ik met mijn vrouw over de Ginkelse Heide. Een van de landingsplaatsen tijdens Market Garden. Een kunstwerk. En meerdere fotopanelen met bijbehorende teksten als herinnering aan die 17 september. Dat was alles wat we zagen. Meer is eigenlijk niet nodig om je aan de rand van deze uitgestrekte heide te realiseren wat er toen heeft plaatsgevonden. Vrijheid voor iedereen hing letterlijk en figuurlijk in de lucht. 75 jaar vrijheid. Het kan niet genoeg benadrukt worden hoe belangrijk vrijheid is. Zonder diep na te denken. Zal iedereen landen kunnen noemen waar vrijheid ver te zoeken is. Helaas wordt vrijheid tegenwoordig ook geïnterpreteerd als vrijbrief om te doen wat je zelf wil, scheid hebben aan opgelegde regels onder het mom van inbreuk op de persoonlijke vrijheid. Moderne vrijheid in Nijmegen, dat betekent voor bezoekers in Café van Rijn na vier uur 's morgens dicht op elkaar dansen. Of de Polonaise lopen met de gordijnen van het café dicht. Hoezo coronabeperkingen? We leven in een vrij land, dat maken we zelf wel uit. Van Rijn ging op slot, en terecht. Net zoals het Bascafé en twee keer Bellen, over vrijheid gesproken. Kijk naar Plein 44. Alleen de naam al getuigt van een grote historische lading. Uit de puinhopen van de oorlog opgestaan als centrale hart in de binnenstad van Nijmegen, als symbool van het vernieuwde, in vrijheid levende Nijmegen. Dat die wederopbouwarchitectuur in de loop der jaren niet door iedereen werd gewaardeerd, doet niets af aan de historische dimensie van de plek. Plein 44 was het symbool van onze vrijheid. In 2004 werd via een stadsraadpleging het vernieuwingsplan van Sjoerd Soeters... door de inwoners van Nijmegen uitgekozen om gerealiseerd te worden. De werktitel van dat pla plan was Plein voor Iedereen. Helaas, 75 jaar na de bevrijding is uitgerekend Plein 44... geen Plein voor Iedereen meer. Straatterreur en zinloos geweld zorgen voor onveilige gevoelens... waardoor toevallige passanten... Ernstig beperkt worden in hun vrijheid. Het door kunstenaar Jacques Maris gemaakte kunstwerk van de knielende militair ter nagedachtenis aan de gesneuvelde militairen in de Tweede Wereldoorlog staat erbij en kijkt ernaar. Gelukkig is Plein 44 geen café en kan het niet door Bruls gesloten worden. Maar Bruls moet er wel voor zorgen dat Plein 44 blijft. Zoals het in 2004 is bedoeld. Er kunnen zijn in vrijheid. Een plein voor iedereen.